Vandaag is het tijd om een nieuwe headset met jullie te bespreken. Ik ben namelijk aan de slag gaan met de SteelSeries Siberia Elite Gaming Headset. Het eerste wat opvalt bij deze headset is toch wel het design. SteelSeries weet duidelijk hoe ze een mooie headset moeten maken. Hij is in het wit en in het zwart verkrijgbaar. We hebben hier de witte versie en ik denk dat ik die ook wel het mooiste vind. Ja, het is heel erg mooi afgewerkt. Allemaal ook met een mooie grijze boog eroverheen. Toch wel een staaltje designkunst wat hier vertoond wordt. Daarnaast zit hij ook heel erg lekker en dat komt namelijk door de dikke oorschelpen. Je zet hem op je hoofd en hup, alles wordt gelijk goed van de omgeving afgesloten. En dat is wel heel erg handig. Daarnaast, omdat het zo dik is, begint het niet snel te drukken op je oren en daardoor kun je uren achter elkaar gewoon lekker gamen. Daarnaast de verstelbare hoofdband zorgt ervoor dat het gewicht wat beter over je hoofd verdeeld is, zodat na een tijdje ook niet zwaar aan begint te voelen. Ja, bij SteelSeries weten ze ook hoe ze allemaal functies in dat mooie design kunnen stoppen. Met name de volumeknop is slim weggewerkt, die zit namelijk hier. Dit is een draaiknop meteen en dan kun je het volume allemaal handig instellen. Voor de microfoon is dat hetzelfde aan de andere kant. Dit is eigenlijk een knopje, je draait hem de ene kant op en je hebt de microfoon aangezet en de andere kant en hij staat weer uit. De microfoon zelf, die is ook mooi weggewerkt, die zit namelijk hier. Als je hem nodig hebt, dan schuif je hem zo uit, heb je hem niet meer nodig, dan kan hij gelijk weer terug. Het is echt design en functie die hierin samenkomen. Het leuke is ook dat deze rondjes hier omheen, dat zijn LED-verlichtingen en die kun je op je PC gewoon instellen. Dus je kunt er allemaal kleurtjes van maken, je kunt hem ook mee laten kleuren met het volume van de audio of gewoon random laten kleuren. En dat is een heel erg leuk extraatje, waardoor het design wederom erg in het oog springt en het echt een headset is die je ook wilt laten zien. Nou, ook voor laten zien, of eigenlijk laten horen met meerdere mensen, is een andere functie. Hier zit namelijk een extra plugin, daar kun je een tweede headset in stoppen. Hoeft niet speciaal dezelfde te zijn, kan gewoon alles aan, het is een standaard aansluiting. Je stopt een tweede headset in en je kunt met z'n tweeën tegelijkertijd muziek luisteren. Ook wel handig als je achter een PC zit en bijvoorbeeld een co-op-game zit te spelen en je wilt niet gebruik maken van de speakers, dan kun je tegelijkertijd gewoon luisteren. Het geluid zelf prima in orde, echt totaal geen klachten over. Het mooie is ook dat hij 7.1 Dolby Surround ondersteunt en daarnaast ook natuurlijk 5.1 en gewoon normaal stereo, maar dat is logisch. Je kunt hem op meerdere manieren aansluiten. Er zitten eigenlijk drie soorten aansluitingen bij. De ene is via USB naar je PC. Op die manier kun je ook het speciale SteelSeries programma gebruiken, waardoor je ook bijvoorbeeld de LED-lichtjes kunt instellen en andere audio-instellingen kunt gebruiken. Daarnaast heb je voor je mobiele telefoon en je Mac een aansluiting. Dat is gewoon hup, één plugje, die doe je erin. En dan gaat gelijk de microfoon en de audio gaat daar overheen. En voor Windows PC's heb je hem los. Dan heb je gewoon een audio-plugin en een microfoon-plugin. En dat werkt gewoon meteen. Je plugt hem in via USB instellen. De software eventjes, die kun je downloaden. En dan werkt alles eigenlijk binnen 2 minuten. Ik moet zeggen, ik ben heel erg tevreden over deze headset. Zijn er minpuntjes? Ja, want hij is vrij prijzig. Hij is €200 en dat is natuurlijk een flinke investering voor een headset. Maar ik moet wel zeggen, voor een headset waar je een paar jaar mee vooruit komt, is dit toch wel eentje om dan zeker te overwegen. Daarnaast één klein nadeeltje wel door het design. Als je het volume gaat regelen, tik je al snel tegen deze hoofdband aan. En dat hoor je dan ook wel terug als je de headset op hebt. Dus dan moet je hem weer eventjes stil laten gaan. En dat is toch wel een beetje jammer, maar iets waar je toch niet heel veel tegenaan loopt en wat niet heel erg vervelend is. Maar het is een klein dingetje wat soms een beetje irriteert. Daarnaast de SteelSeries Siberia Elite Gaming Headset. Het is een hele mond vol, maar ik ben er uitermate tevreden over. Nogmaals, een flinke investering, maar wel eentje die het meer dan waard is.